Maar sommige projecten zijn heel klein. Een project wat we in Italië bijvoorbeeld hebben gedaan in 2016 volgens mij. Hè? Ja, ja, dat was echt aan het begin. Ja. Ja, je kan zeggen wat je wilt. Weinig exposure misschien, maar wat we daar hebben geleerd in 10 dagen, weet je wel, dat kan niemand je afpakken. Op creatief gebied, maar ook als je het hebt over een stukje armoede in cultuur. Ja, hè? Bedoel, hier hebben wij studio's, we kunnen dingen doen. Daar moesten we repeteren met gaten in de vloer, weet je wel. Ja, ja. Ja, dat was echt een ervaring, man. Snap dat was... je? Dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, als je dat mee mag maken en kan zien en daar je lessen uit kan trekken om daar als persoon, maar misschien ook als ondernemer of als creatieveling beter van te worden, ja, dan ben ik eigenlijk al heel blij. Ja, ik ben ook altijd heel dankbaar geweest voor die ervaringen. Ja. Want ook die... was ook met Steen Pierscha, die eerste. Eerst was dat klopt. Ik wou zo graag in die andere boy. Ja, ik weet niet wel. Ik zei, oké, Steen Pierscha dan. Ik moest die winnen. Ja, klopt. Dat had hem ook. Dat komt niet anders toe. Als ik hem niet had gewonnen, was ik nog steeds daar waarschijnlijk. Ja, dan had ik waarschijnlijk wel iets gegeven. Steen, papier, schaar en ik fixte de trip. Ik ben nu rollend met de bazen, ben nu binnen de klik. Maar nog steeds zonder rank al het een internship. Ben flink niet dik, ach, nou mijn zin niet. Nee, maar ook dat, precies wat je zegt, is wel heel waardevol. Want je wilde zo graag, en die boys die wilden ook, maar die spark was daar niet. Dus ik vraag me ook af, zeg maar, jij hebt een docu van bijna een uur gemaakt. Hè? Ik weet niet of je het nog weet. Ja, ik heb daar een plan gehad. Maar ik vraag me af of, niks te nadelen van die andere personen, ik vraag me af of hun dat ook hadden gedaan met dezelfde passie. Ik denk het niet, want ik voelde me echt ook daar op mijn plek en met ook die creatieve dingen. En ook vooral ook die nieuwe mensen leren kennen, ook van Dynamo zelf. Mike kende ik al een beetje, maar door dat was ik ook weer dichterbij gekomen.